In de geschiedenisboeken staat dat Aletta Jacobs een groot feminist was. Maar Judith Leister heeft ook veel voor de vrouwen betekend. Wie was Judith Leister? Judith Leister is geboren in juli 1609 in Haarlem, zoals de Nederlandse schilderes in de 17e eeuw. Ze was een van de weinige vrouwelijke schilders in de Gouden Eeuw. Ze was het achtste kind in een gezin van negen. Haar vader had een brouwerij. In 1628 verhuisde ze naar Utrecht, waar Judith in contact kwam met een bepaalde groep schilders. Judith verhuisde later terug naar Haarlem. In 1631 kwam haar eerste gesigneerde werk uit met haar bekende handschrift. Op 1 juni 1636 trouwde Judith met Jan Mienze Molenaar, ook een bekende schilder. Ze kreeg 5 kinderen, waarvan er maar 2 bleven leven. Bij de komst van de kinderen is Judiths schilderscarrière afgelopen. In 1659 werd Judith net als haar man erg ziek. Judith overleed een paar maanden later en werd begraven op 10 februari 1660. Haar man overleed 8 jaar later. Wat zijn haar bekende werken? Dat Judith Leister een zelfstandige vrouw was, blijkt ook uit het feit dat ze bijna niet in opdracht schilderde, maar voor de markt. Ze beperkte zich niet tot één soort genre, maar probeerde zo veelzijdig mogelijk te blijven. Zo schilderde ze een stil leven, een zelfportret, een vrouwenportret en een aquarel van een tulp. Vaak bevatten haar schilderijen slechts één of enkele figuren en gebruikte ze vaak een indirecte lichtbron. Behalve haar zelfportret zijn ook de Serenade, 1629, en Man die de vrouw geld aanbiedt, 1631, bekende werken van haar hand. Judith Leister signeerde haar schilderijen altijd met een monogram. JL, versierd met een leidster als woordgrapje. Na haar huwelijk zijn vrijwel geen werken van haar bekend, waarschijnlijk omdat ze anders signeerde. Wat was haar nalatenschap? Ondanks alle lof in haar eigen tijd is Judith Leister na haar dood minder bekend geworden. Pas vanaf 1892 is zij weer herontdekt. Het schilderij De Serenade was jarenlang aan Frans Hals toegeschreven. In 1892 werd dit in twijfel getrokken en zijn er meerdere schilderijen van Judith Leister ontdekt, die aan Frans Hals of zijn broer Jan Hals werden toegeschreven. Het feit dat dit gebeurde betekende dat deze eenvoudige schilderes minstens net zo goed was als Frans Hals. Dit benadrukt nog maar eens waarom Judith Leister als allereerste vrouwelijke schilder werd toegelaten tot het Sint-Lucasgilde en de titel van meesterschilder kreeg. Ja, Rembrandt van Rijn, Johannes Vermeer. Goed. Ja, ik denk. Ja. En wie ken je? Wat ik mooi vind is het hele verhaal met schaduw en dergelijke. En wat ik jammer had, die vrouw die moet maar hard werken. Dat staat hier boven, hè? Ja. En dan die man die begint met je geld, die doet eigenlijk niks. Nee. Dat is een beetje jammer. Ja. Maar verder is het wel, mooi schilderij. Het is heel donker. Ik vind het zelf niet heel mooi. Het is wel klein. Ja. Het is, ja, hoe zeg je dat? Ja, intiem, ja, het is wel een beetje knus. Gezellig, sfeervol. Ja. Nou ja, sfeervol zou ik niet gelijk zeggen, want het is een kaars in een donkere ruimte. Ja.